Net aangetroffen, collega Mets. Omdraaien. Met je rug naar mij toe. Naar achteren lopen. Naar achteren lopen totdat ik stop zeg. Ja, stop. Op je knieën. Collega. U ziet hoe belangrijk het is. Deze man die had dus toch een wapen bij zich in zijn broeksband. Een groot mes. En de collega's die gaan dus, die hebben de verdachte nu aangehouden. En je ziet hoe groot de mond je ook hebt. Je wordt gewoon aangehouden. Ja, nu is het gelukkig zo afgelopen. Maar in de ergste gevallen zal er geschoten moeten worden. Nu gaan de collega's nog kijken of er eventueel nog andere personen in het voertuig zitten. Dus dat is ook van belang. Want het kan natuurlijk zijn dat er wat in de kofferbak zit. Of op de achterbank. Kijk, het blijkt dus dat er nog wat in zit. Zo zie je maar. Er ligt er eentje in, opgevouwen achter in de auto. Zo zie je dus dat je verrast kunt worden als collega's. Dus dat wil je voorkomen. En zo wordt er gekeken dat alles veilig is. En daarom is het ook zo belangrijk dat, wat er ook al gezegd wordt, het gaat voor de veiligheid van de verdachte, maar ook van de politieagenten. Daarom trainen zij ook zoveel om deze procedure, ze hopen natuurlijk dat dit niet te vaak voorkomt, maar dat dit allemaal op een goede manier gebeurt. Dus ja, nou, nu gaan ze nog even verder kijken, de auto controleren, of er eventueel nog meerdere personen aanwezig zijn. Dat blijkt dus niet het geval, gelukkig. Nou ja, goed, en nu zal de auto, die zal in werkelijkheid, zal de auto, die zal dan nagekeken worden door de forensische opsporing om te kijken, want er zal een proces verbaal opgemaakt worden tegen deze personen. Maar ja, dan moet alles wel netjes, dan moet het... gestuurd. En later is dat de VZA, die heeft dat overgenomen. Dat is het ziekenvervoer uit Amsterdam. En nou ja, goed, omdat dat allemaal zo ver uit elkaar lag, werkte dat niet prima. En toen werd er uitgegaan, toen is Zwolle zelf actief geworden. En die zijn de VZA IJsseland, dus dat wordt de VZA Zwolle.
En de collega's die zijn vanuit het ziekenhuis, wat nu het Artes is, dat de school is dat geworden, die zijn daar vertrokken en die zijn nu sinds kort zijn die nog steeds actief vanaf de huidige situatie aan de Voltastraat. U ziet hier, de mevrouw zal waarschijnlijk het slachtoffer zal hebben met het been, want draadspalk komt erbij, een draadspalk, om het been goed te kunnen spalken. En ja, dat is niet erg comfortabel omdat dat van draad is, maar vaak wordt het dan ontwikkeld met vette watten, zodat het slachtoffer op een gegeven moment dat het geen pijn meer deed. Kijk, ja, het is altijd martelen. We hebben nu het spreider. Tegenwoordig is dat op de accu's. Ja, u ziet dat dat hier nog weer op de benzinemotoren gaat. En om te kijken of die... Ja, jongens, het is altijd maar weer afwachten of het doet, hè. Ja, keurig. Gelukkig weet je dat je de Brutel zo goed hebt zitten, hè. En dat allemaal goed past. Dus u ziet, nou, ze hebben de deur toch open gekregen door een aardig wat... Ja, dat ding moet toch een keer nagekeken worden, denk ik. Het is niet, nee, dat doet hij anders nooit, dat klopt. Maar goed, dat de... Ja, dit was de, dat is het, wel hoor, laat dat helder zijn, maar het hard werken. En zo is... Geen machine krijgen, maar met remreiniging moet hij wel. Nou... Ik geloof dat we nog assistentie moeten vragen, maar ik wil hem niet overvoeren, denk ik, want dan komt het ook niet goed. Nou, ze moeten het toch op een andere manier doen en zo ziet u maar, ja, het was altijd een helper en tegenwoordig gaat dat gelukkig wat anders. Maar met de ambulancevervoer, dan was het ook zo dat in de jaren 70, dat zij vervoerden ook patiënten uit Nieuw-Leuzen, Dalfsen, Heino, Hasselt, Schwarzluis, Atem. Maar er waren ook in de regio, waren er ook nog andere... Hey, ja, ik doe het weer, pak hem. Waren er ook nog een paar taxibedrijven en, die dus ook het ziekenvervoer deden. En dat is dan 1992 doorgegaan. En dat... Nou, dan nog even bij de Porsche komen. Deze auto is dus een vrij nieuwe. 1996 zijn de Porsches zijn dus bij de politie in dienst geweest. En de roepnummers van de auto, dat was de Alex 62 zoals die hier staat. En Alex, dat werd weer verwezen naar de Alexanderkazerne in Den Haag, want daar is men begonnen. Later is men verhuisd naar Driebergen, daar zit men nog, want dat is de algemene verkeersdienst. Maar dat is tegenwoordig, heeft dat weer een andere naam. Maar dus vandaar de Alex 62, dat was dus de auto vernoemd naar de Alexanderkazerne. Nou, ik hoor nogal een gegil en ik hoop dat het allemaal goed gaat. Naar het gouden uur. Wat altijd belangrijk is, zo gauw als het ongeval gebeurd is en een uur later dat de mensen dus in het ziekenhuis zijn, dat de meeste kans hebben, ja, die overleven, die heeft een grote spuit gehad, zie ik net. Dus dat moet goed zijn. En ja, ze gaan naar het ziekenhuis. Ik neem aan dat dat de swap wordt naar de, ja, het Sophia ziekenhuis of naar de Wezenlanden. Dat was het toen nog. Maar het is tegenwoordig natuurlijk de Isala klinieken. En ik ga ze even vragen waar de patiënt naartoe gaat. Kunt u mij vertellen waar de patiënt naartoe gaat? We gaan naar de Wezenlanden. De Wezenlanden. Dus, nou, dan weten we dat ook weer. De patiënt die gaat naar de Wezenlanden toe. Nou, ik hoop dat de politie straks, als alles weg is... Ik weet niet, wordt er nog onderzoek gedaan, heren van de politie? Nee, dat klopt. Een auto, dat gaat niet vanzelf wat er gebeurd is. Dus de politie mag even een nader onderzoek instellen wat er nu precies gebeurd is. Dus ja, nou ja, de brandweer rukt in. Ik hoor net dat die namen weer naar een andere melding gaan. Dus, en hoe is het met u? Ja, hè? Nou, dan even met de politie overleggen dat de... Thank you.
Ik ben er zeker van dat de reactie, als je gaat kijken naar welke schakel er